Ik ben Frans van As. Ergens tussen deze jongens loop ik ook. De meeste jongens zijn hier zwakzinnig, maar ik niet. We wonen hier nogal afgezonderd. Ik mis mijn familie soms wel. Ik zie ze bijna nooit. Eigenlijk is het een klein dorp op zich. Alles is hier. We hebben een eigen school, een eigen watertoren, een bakkerij, een apotheek en zelfs een snoepwinkel. We hebben op Huize Assisië een eigen kerkhof. Ik denk dat ik daar later ook begraven word. Sommige jongens gaan bij de broeders naar school. Anderen doen allerlei klusjes of hebben een baantje. Ik werk in de weverij. We maken tafelkleden en parachutes. Een aantal kinderen ligt altijd in bed en wordt daar verzorgd. We gaan vaak een stuk fietsen. Lekker naar de duinen, dat is hier vlakbij. Iedere dag zijn er twee missen. Eén voor de broeders en het personeel en één voor ons, voor de kinderen. Zondagmiddag gaan we vaak een stukje wandelen. Natuurlijk met onze zondagse kleren aan. Af en toe is er een groot feest met een processie. Dat vind ik heerlijk. Maar midden in de feestvreugde voel ik me soms ook wel wat rotter. Want het is zo goed bedoeld. Iedere broeder heeft ervoor gekozen om tussen ons te leven en voor ons te zorgen. Op zich een mooie keuze. Maar ik heb er eigenlijk toch niet voor gekozen om met hen samen te leven. Volgens hun regels. Dat vind ik soms best lastig. In de jaren 70 zijn de broeders bij ons op Assisië gestopt. Hun plaats is ingenomen door mensen met ingewikkelde opleidingen. We krijgen meer vrijheden en ik heb nu kleurige kleren. Je kunt het verschil tussen ons en de begeleiders bijna niet meer zien. Er is veel veranderd de laatste tijd. Ik ben benieuwd wat er in de toekomst nog meer gaat veranderen.